Wij zoeken dus 60 van deze mooie veldezels om te gebruiken voor de MH17 tentoonstelling van de fotolijsten. Foto's gemaakt sinds die ramp op 17 juli. De expositie opent precies 4 jaar later in de Expo Vijfhuizen. Omdat het rond zal reizen, exposeert Richard op ezels. Ja, de meeste reacties die ik op dit moment krijg is van mensen die dus de ezel doneren en daarbij een mooie tekst opzetten. Dat is mooi omdat gesymboliseerd al die ezels een tekst te krijgen. Zodat je dus een tentoonstelling krijgt met een tentoonstelling. Richard studeerde nog aan de fotovakschool toen hij zag dat er vrijwilligers werden gezocht bij de aanleg van het Nationaal Monument MH17. Dus ik ben maar gaan bellen van, ja, moet ik een schepje in mijn hand nemen? Wat moet ik doen? Ik wist niet hoe groot dat park zou worden. Maar Richard werd fotograaf bij de stichting. Op dit project geeft het heel veel voldoening. En een klein voorbeeld, mensen sturen een mailtje en zeggen, wil je een foto nemen van Els en Miek? Els en Miek, voor een hoop mensen zou dat een meisje zijn, maar het is hier een boom. En dat maakt het heel mooi om elke keer weer foto's te maken van alle bomen. Zodanig dat dus een ieder weer kan zien hoe hun boom of hun persoon of hun... welke gedachten ze er ook meegeven aan de boom kunnen bekijken. Richard doet dit vrijwillig en echt vanuit zijn hart. Maar ook dat je denkt van ja, je leeft wel mee met heel veel mensen. Niet alleen met een toevallig een monumentje waar je langs loopt. Maakt het nog uit wat voor soort schildersezel het is? Nee, in principe maakt de ezel op zich niet uit. In ieder geval, het hele monument bestaat uit verschillende bomen. Het zijn allemaal verschillende mensen, verschillende nationaliteiten. Dus waarom geven verschillende ezels? Dat is ook mijn insteek. Dus alles mag, als het maar staat.